weekend is de arbeid iets gedaan. Gezonde sport is dan ons enig ideaal. Ons veld, dan zie je wel, we moeten het veld in gaan. Bij stoere bodyfors. Hallo Termijse voetbalvrienden. Hartelijk welkom bij weer een splinternieuwe aflevering van het Pupil van de Week interview. Zaterdag zat er weer een heerlijk potje op mij over. Namelijk Ameide tegen SVW. Een echte kraker in de derde klasse C. Want ja, zoals jullie weten, Ameide, het gaat super. We staan nu op de derde plaats en SVW uit mijn hoofd op de vierde of vijfde. Maar dat staat allemaal heel dicht bij elkaar, dus het kan alle kanten nog op. Naast mij de Pupil, en die gaat zich nou even voorstellen. Ik ben Lucas Sternburg, ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6. Kijk, puiken voorgesteld. Groep 6, op welke school? Kandelaar. Kandelaar, in de meiden, kijk. Leuk. En je zit in onder de 11? Ja. Oké, en hoe gaat dat? Goed. Ja? Welke positie speel je? Voorin, meestal voorin, maar soms ook wel eens achterin. Eigenlijk overal een beetje? Ja. Leuk, want ik heb laatst toevallig een keer een wedstrijdje gefloten voor jullie. Die verloren jullie wel, maar ik zag wel dat er al redelijk goed voetbal in zat. Veel vrienden van jou zitten er ook op, hè? Ja. Finny zag ik en die van Maat. Dat is wel leuk, een leuk team. Ja. En die trainers, Chris Dorrestein, ken die het nog een beetje? Ja. Ja, oké. Okay. Want die heb je ook al een paar jaar. Ja, volgens mij twee. Dus, mooi. Hey, maar Lucas, we moeten het wel even over één ding hebben. Dat voetbal heb ik gezien, dat gaat best. En je komt ook wel regelmatig bij het eerste kijken. Ja. Alleen, hoe kun je nou voor Ajax zijn? Ja, door mijn ooms wel, want ik was eerst wel voor Feyenoord, eerst een beetje... Oh, je was wel voor Feyenoord ook, maar je bent geswitcht. Ja. Oh, ja. Van mij mag je nog één keer terug switchen, dan hebben we niks, dan hebben we nergens meer over, maar dat wordt een lastig verhaal, denk ik. Ja. Dus. Hey, wat ik al zei, je kon vaak met de eerste kijken, met je vrienden, vakkie thee. Wel, wat laatste tijd gaat goed, hè? Ja. Dus wat denk je, gaan we misschien nog tweede worden of periodekampioen? Ik hoop het wel. Zou wel voor de sfeer en voor de wedstrijden hier, dat zou fantastisch zijn, hè? Ja. En groep 6 op de Kandelaar, dat is het laatste jaar, hè? Die oude school, hier, jullie gaan verhuizen. Dus dan moet je wel verder fietsen, of niet? Ja, een beetje. Oh, nou, dat blijft toch wel. Als het lekker weer is, dan maakt het allemaal niet uit. En anders laat je moeder maar brengen. Dus, gaat goed op school? Ja. Weet je al wat je wil worden? Nee. Nou, in principe ben je nog tijd zat. Ja, er is van alles. Timmerman kun je worden, maar je kan ook schipper worden. Ik weet niet waar je ambities, waar hou je van? Ja, wel een voetballer wel. Oh, misschien iets met sport later. Oh, kan ook, leuk, sportleraar of zo. Ik kan alle kanten op, buitengewoon. En nog buiten voetbal nog meer hobby's? Ja, gamen en voetballen. Oké. En je favoriete eten? Pizza. Pizza van Ali of gewoon zelf gemaakt of van de supermarkt? Van Ali. Van Ali. Lekker mooie woensdag, dat is lekker goedkoop, pizzadag. Buitengewoon. Nou, Lucas die gaat aftrappen jongens, 3 uur. Tweede is vrij, dus ik denk dat het weer volle bak wordt. Ze geven fantastisch weer op, rond 20, 25 graden. Ja, we gaan weer met elkaar alles geven en wie weet zit er nou nog een heel mooi einde van het seizoen in. Tot zaterdag. Je lachen of je wilt of niet, als een kans dat hij voortdurend op de doel.